Hallo, hallo, een hele goede morgen. Hier Lisette Anna met de orakelthemakaart van week 45. Ik kijk eventjes of ik in de juiste groep zit, in de groep passievol en bewust. Dus dat klopt helemaal. Ik ben 3 weken afwezig geweest met mijn video op maandag, omdat ik gewoon een snip verkouden was en hartstikke ziek. En ik ben nog steeds een beetje aan het hoesten, maar vandaag kan ik in ieder geval wel weer een orakelthemakaart doen. Dus welkom, ik heb al vanochtend een Facebook Live gedaan in de overvloedkundegroep. Zit je nog niet in overvloedkunde, kun je daar overigens nog steeds op instromen. De bedoeling was dat oktober de overvloedmaand zou zijn. En dan zou ik elke werkdag een video, een Facebook Live geven met healingen, meditaties en oefeningen. En nou ja, dat is een beetje doorgeschoven, omdat ik gewoon 2 weken geen Facebook Lives heb gedaan. En dus je kunt daar nog, hey Carole, goedemorgen. Je kunt daar gewoon nog voor instromen in de overvloedkundegroep of in de overvloedkundegroep mini. Want aan het eind van deze serie dan, dat is dan 16 november, dan zijn er 23 video's toegevoegd aan de overvloedkundegroep. En dan gaat de prijs ook omhoog. Dus ja, wees gewaarschuwd, als je nu kan je voor 144 euro instromen in de overvloedkundegroep of voor 44 euro in de mini. De mini wordt een midi en er komt een nieuwe mini bij. Dus en dan gaan de prijzen gaan anders worden. Dus een gewaarschuwd mensen telt voor 2. Ik heb vandaag, ik liep naar mijn kast. Als je hier ooit een keer bent geweest, dan weet je dat ik een plank heb met heel veel orakelkaarten. En ja. Mijn oog, ik was helemaal niet van plan om deze kaartenset te doen. Maar ja, ik werd aangetrokken door de kleur roze aan de zijkant. En toen dacht ik, oh, we gaan bloementherapie doen. Nou, hartstikke leuk. En we kunnen wel wat zonnigs gebruiken. Ik was gisteren nog in mijn tuin. En ik had paardenmest gegeven aan mijn rozen. Nou, rozen horen helemaal niet te bloeien. Nou, ze zijn mooi. Oh, het is november, mensen. Waar zijn we mee bezig? En mijn rozen staan in bloei. Maar goed, anywho, we gaan dus uit deze kaartenset bloementherapie, orakelkaarten, Doreen Virtue en Robert Reeves. Robert Reeves ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar we gaan eens kijken wat er mag gebeuren. Oké, dat is ook wel een goede van mij. Ja, we gaan kijken of we die kunnen schuddelen. En wat er dan mag gebeuren. Dus denk eventjes aan je thema voor de week. Of wat je wil voelen, wat je wil horen, wat je... Hè, zo. En dan gaan we gewoon kijken. Oeps. Nee. Kijk nou. Ik schud. Dus ik heb ze hier zo in mijn hand. En deze, die valt er zo uit. En dat is deze kaart. En dat was de kaart die onderop zat. Weet je, ik deed mijn doosje open. En toen dacht ik van, oh, dat is wel een mooie kaart. Maar ik denk, ja, hey, dat is de kaart die ik zie. Maar laat ik maar schudden. Nou, dit is dus echt de kaart die we moeten hebben. Nou, het is helemaal super. In ieder geval voor mij is die helemaal thematisch perfect. Ik laat hem je zien. Laat je, die kant heen. Laat je ongerustheid los, lavendel. Kom tot rust. Jeetje, wat is dat moeilijk om dat in spiegelbeeld te doen. Kom tot rust, dan zul je de stem van je engelen kunnen horen. Nou, echt, goedemorgen, Charel, weet je zo, Charel? Charel, ik maak hem even Charel, maar excuus als je ze niet zo heet. En Sylvia viel hier ook al op, prachtig de roos overal, en Edith is er. Dit is lavendel, nou echt super, ik ben gek op lavendel. Ik heb ook van die lavendelkussentjes en dan, oh, dan kan je zo lekker liggen en dan, oh, en dan zo nu dan, weet je, crush ik dat een beetje, dat die lavendel dingetjes doen en dan lig je dat zo in te ademen, dat is echt fantastisch. Nou, dat is dus een hele mooie, laat je ongerustheid los. En nou ja, goed, ik ben wel ongerust geweest de afgelopen weken. Want ik heb gewoon al mijn werkzaamheden op moeten schuiven. Al mijn cursussen, al mijn workshops, alles, al mijn klanten. En ik ben nu een inhaalslag van de eeuw aan het maken. Dus ja, daar maak ik me ongerust over. En kom tot rust. Ik heb afgelopen weekend voor het eerst in, nou, forever, dus mijn mobiel weggelegd. En ik heb vrijdagavond nog mijn Facebook gecheckt. En toen pas vannacht om 12:30, want toen werd ik wakker. Toen dacht ik, oh, het is de volgende dag. Ik had beloofd dat maandagochtend 12:30 is maandagochtend. Ik mag weer op Facebook. Nou, ik heb wel wat verjaardagen gemist, maar die mensen heb ik inmiddels gefeliciteerd. En voor de rest viel het best wel mee, eigenlijk. Dus ja, het is een beetje, oké.
En ja, ik mag nog wel meer doen. En mijn vriend mag zeer zeker minder met die mobiel doen. Want die sleept ook die mobiel overal mee naartoe. En nu is die kapot, die mobiel. Dus ik zeg vanochtend tegen hij zegt, die zit hij zo op de bank. En zegt hij zo van, ja, dat is wel lekker. Als je zo geen mobiel hebt, je hoeft niet te checken. Ik zeg, nee, ik zeg wel wat vrijdagavond moet er gebeuren. Dus nou ja, goed, misschien is hij niet kapot, misschien is de oplader kapot. Anyway, waar ik eventjes heen wil. En als het goed is, zie je daar zo. Onder orakel themakaart week 45 zie je daar een YouTube dingetje zitten. Heb ik ook al uitgelegd in de overvloedkunde groep. Voorheen deed ik natuurlijk, webinars deed ik muziek en zo. Maar Facebook controleert heel erg streng, en wat dan compleet logisch is, op auteursrechten van muziek. Nou, ik haal muziek van YouTube af. En als ik dan zeg maar de muziek af zou spelen, terwijl jullie dat hier horen, dan wordt of mijn video straks niet geplaatst, of de muziek wordt eruit gehaald. Dus wat ik tegenwoordig doe, ook in al mijn lessen en ook in de webinars en al mijn Facebook lives, dat ik de muziek die ik bij de healing wil doen, dat ik die opzoek. En dat ik dan de link plaats. En dan kunnen jullie zelf je oordopjes erbij pakken. Of een cd opzetten. Of je iPod, je iPad, je laptop erbij pakken. En dan als iedereen dat doet, zitten we met z'n allen op dezelfde golflengte qua muziek. Deze muziek heb ik vanochtend in overvloedkunde gebruikt. We hadden het over vanochtend over eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat er maar één iemand is die jouw gedachten denkt. En dat ben je zelf. En nou ja, nu gaan we diezelfde muziek gebruiken. En dat komt heel goed uit met deze kaart. Het is dus een muziek over remove mental blockages and subconscious negativity. Ik hou dus heel erg van een muziek die zeg maar ook op de brainwaves werkt. Dus het zou fantastisch zijn als je die muziek kunt horen met oordopjes in. Want dan werkt die op je linker en je rechter hersenhelft. Dus daar gaan we eventjes een korte healing en meditatie op doen. Om ongerustheid los te laten. En eventjes op de maandagochtend tot rustig te komen. Ik ben hier niet zo heel goed in. Zodat we de stem van onze engelen kunnen horen. Dus nou, ik heb het volgepraat. Dus ik hoop dat je je muziek in de tussentijd erbij hebt kunnen pakken. YouTube, als je dat aanzet, heb je altijd misschien eventjes een reclame momentje van het een of het ander. Maar ik heb die muziek al vanochtend al gebruikt. Dus ik hoef alleen maar aan te klikken en dan ga ik weer verder op de muziek. Dus nou, stel je voor, we kunnen ons denk ik allemaal wel, de geur van lavendel voorstellen. En misschien kun je dat wel voorstellen, hoe lavendel ruikt, hoe het voelt. Of misschien heb je wel lavendel in de tuin staan, dan weet je dat ze op van die sprieten staan. En dat je dan daar van die mooie paarse bloempjes hebt, waar bijen en hommels echt helemaal blij van worden. En dan loop je daar zo langs, dan ga je met je handen langs en dan... Ruik je handen helemaal naar lavendel. Dus we gaan gewoon eventjes kijken wat er mag gebeuren. Wat ik ga doen, merk ik, is dat ik de elfjes van de lavendel. Hè? Elke plant, ik weet niet of je dat weet, maar elke plant heeft zo zijn eigen engelensoort, of elfensoortje. Dus ik ga de elfjes van de lavendel aanroepen en kijken wat er mag gebeuren. Dus adem maar in door je neus, uit door je mond. Lieve elfjes van lavendel, aanvaard mijn uitnodiging tot hartverbinding. Bind uw energie met de mijne. Werk met mij en door mij. Leid mij, richt mij, omring en bescherm mij. En laat deze sessie zijn voor het hoogste goed en hoogste heling van alle betrokken partijen. Zet ons gedurende deze hele sessie in een bel van licht, liefde en bescherming. Nou, elfjes hebben een hele andere energie dan engelen. Elfjes zijn veel lichter, luchtiger, sneller, actiever, ondeugender, hebben een eigen wil. Hè? Engelen hebben geen recht tot zelfbeschikking. Engelen worden dingen opgedragen. Elfjes bepalen zelf wat ze doen. Ze hebben wel een taak. Hè, om de natuur te beschermen. Dus dat is hun taak en daar zullen ze zich ook aan kwijten. Maar richting de mensen, ja, mensen zijn niet zo favoriet bij de elfjes over het algemeen, omdat we op straat en in de bossen gewoon ons plastic neergooien en onze rietjes en een blikje wat we hebben gebruikt. En we stampen overal doorheen met onze voeten, we plukken bloemen af, hè, we dumpen zooi in de zee en we kappen bomen. En elfjes hebben
een hele mooie, liefdevolle omgeving nodig met geur en kleur en bloemen. Dus hoe meer bloemen je plant in je tuin, die vlinders aantrekt en bijen aantrekt, zul je ook veel meer elfjes in je tuin hebben. We werken nu met de elfjes van lavendel. Nou, wat ik voor me zie, is ik zie dus die lavendelsprieten, echt zo'n lavendelplanten, helemaal een mooie bloei. En dan zie ik allemaal elfjes, heel grappig, op, net als zo'n wipkip, weet je wel, in de kinderspeeltuin, weet je, dat is zo'n groot paard of zo'n wipkip op zo'n grote veer. Zie ik zo vloep, 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 vloep doen met de lavendel. Ze nodigen ons uit om helemaal rustig en ontspannen te worden. En ze zeggen dat als je helemaal zo je neus in die lavendel drukt, dat je je helemaal kunt ontspannen. En de kaart was: laat je ongerustheid los. Dus kijk maar even op een schaal van 1 tot met 10. Met 1, nou, ik ben eigenlijk bijna nauwelijks, ben nauwelijks ongerust. Op met 10, ik sta helemaal strak. En ik maak me daar ongerust over, ik maak me daar ongerust over. Kijk eventjes waar je voor, ja, voordat we nu beginnen, op die schaal staan. Ben je 10 punt ongerust of 6 punt of 3 punt? Nodigen we de elfjes uit van lavendel. En waar je ook staat op je schaal, we gaan stapje voor stapje voor stapje naar beneden. Zodat je bij tegen het einde van deze healing meditatie op 0% ongerustheid zit. Dat je alle vertrouwen hebt dat alles goed komt. Dat alles zo moet zijn zoals het is, dat alles een reden heeft. Dus door elke inademing, door je neus, uit door je mond, gaat die graadmeter naar beneden en naar beneden. Jouw ongerustheid wordt omgezet, wordt verwijderd uit je systeem. En wordt omgezet in gerustheid, in vertrouwen en in hoop. Je laat het los, het wordt meteen afgevoerd, getransmuteerd. De violette heilige vlam. En komt weer in de vorm van rust en vertrouwen en gerustheid. En hoop komt het weer naar je terug. Dus voel maar hoe de graadmeter zakt en zakt en zakt. Alles is goed. Het komt goed. Het is goed. Jij bent goed. De omstandigheden zijn goed. Alles heeft een reden. Laat maar helemaal los op deze maandagochtend. Probeer om deze hele week in een overvloed van vertrouwen te leven en hoop. Alles is goed. Alles mag er zijn. Je bent precies op de juiste tijdstip, op de juiste plaats. Je maakt de juiste beslissing. Je trekt alleen maar positieve mensen aan in je omgeving. Mensen die je steunen. Je bent zelf ook je eigen steun. Je wordt gesteund door het goddelijke en door de elfjes, door de feeën, door de engelen, godinnen of zelf meesters. En laat maar helemaal los, tot diep in je celkernen, je atomen, je kwarken. Laat maar helemaal los. Ik ben vol hoop, ik ben vol vertrouwen.
Alles is goed. Ik leef in vreugde en vrolijkheid. En in een bron van overvloed. Yes, daar gaan we, heel goed. Voel wat de energie met je doet. Voel misschien hoe je voeten gaan tintelen. Hoe je energie helemaal glad gestreken wordt. Ik zie heel veel roze, hele mooie zachte kleur roze. Een beetje de kleur van dat doosje. Oké, okay, we zitten bijna op de 100%, 199, 98, 97%. We sluiten deze Facebook Live af, deze healing af wanneer we op de 100% zitten. Laat ongerustheid maar los. Ik heb vertrouwen. Ik heb moed. Ik ben dapper wanneer het nodig is. Alles is goed in mijn innerlijke wereld en in mijn uiterlijke wereld. Oké. Okay. Ja, we gaan naar de volle 100%. Hartstikke goed. Heel erg mooi. Het kan zijn dat je het warm hebt. Je helemaal in de stroom zit. Hartstikke goed. Ik zag net dat de mensen Facebook Live verlaten hebben. Dat ze de healing niet meedoen. Dat is jammer. En als jij wel tot het einde gebleven bent, hartstikke goed. Dan werk je in ieder geval daadkrachtig aan de ontwikkeling van je eigen spiritualiteit. In door je neus. Uit door je mond. Leg je linkerhand alvast op je rechterknie en je rechterhand alvast op je linkerknie. In door je neus. Uit door je mond. Nog één keer in door je neus. Uit door je mond. En kom weer helemaal terug in het hier en nu. Jolanda zegt goedemorgen, goedemorgen. Nou, we hebben vandaag met deze orakelkaartenset gewerkt, bloementherapie van Doreen Virtue. Dit was de kaart. Laat je ongerustheid los, lavendel. En kom tot rust, dan zul je de stem van je engelen kunnen horen. Nou, dat is de orakel themakaart van week 45. Daar hebben we aan gewerkt. Denk nog eventjes of je in wil stromen in overvloedkunde, waar ik deze Facebook Live mee begon. Of misschien vind je het wel leuk om aanstaand weekend mee te doen met Reiki 1 hier in Hilversum. Ik geef niet al te veel vaak Reiki cursussen. Dus als je helemaal ondergedompeld wil worden, zelf wil kunnen healen, een eigen praktijk wil beginnen, je anderen wil healen, je honden, je katten, je man, je kinderen, jezelf. Doe dan mee aanstaande weekend Reiki 1, en de 10e en de 11e november. Nou, ik ga weer alles verdelen en her en der zetten op YouTube. En nou ja, waar ik het ook allemaal zet, deze video. Ik wens je een hele, hele fijne dag. We hebben een healing gedaan. Drink alsjeblieft water. Dus dat is goed voor je, dat is gezond. En Edith zegt mooie dag gewenst en bedankt. Heel erg graag gedaan. En zorg goed voor jezelf. En eisen en wederdiening ben ik er volgende week maandag weer. Doei doei!